Richard, ik zie een heleboel papieren liggen. En ja, ik ben heel benieuwd wat je door de Heilige Geest geleid hebt mogen voorbereiden. En die geest, die is met je. Dat is niet zomaar een geest, dat is de geest van Jezus Christus. Die jou vervult, die jou helpt. Wees zo gezegend. In die naam. Amen. Amen. Tafelgesprekken. Niets is wat het lijkt. Dat heb ik maar boven gezet. En nu horen jullie mij ook. Tafelgesprekken. Niets is wat het lijkt. Elke keer weer, als ik in het woord van God lees, dan kom ik erachter dat onze wereldse wijsheid totaal anders is dan de bedoeling van Jezus. Als we thuis aan tafel zitten, we hebben 4 kinderen, een schoonzoon, dan wordt er veel gepraat. Zeker als we met z'n allen aan tafel zitten. Heel gezellig. Hoe gaat het op school? Of er vlees wordt gegeten of niet? Over wat er in Den Haag wordt besloten? Over wat er in de toekomst gaat gebeuren of in het verleden? Ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. De normale onderwerpen aan de eettafel. En de gewoonte om tijdens het eten dingen ter discussie te stellen is blijkbaar al eeuwen oud. Want op het moment dat Jezus zijn laatste Pesachmaal viert, met zijn discipelen wordt er ook op los gepraat. Iets wat we allemaal wel kennen. Het verdrietige is alleen dat er langs elkaar heen wordt gesproken. Het lijkt wel of ze elkaar niet verstaan. Ieder wil zijn punt maken, in plaats van dat ze luisteren. Jezus probeert al weken, misschien al wel maanden, te vertellen waarom hij naar Jeruzalem gaat. Hij gaat naar Jeruzalem toe om zijn leven te geven. En daarmee het koningschap op zich te nemen. De discipelen denken, hij gaat het koningschap op zich nemen. Maar dat is totaal wat anders. Want zij denken, wapengekletter, wij gaan de macht krijgen. De vraag is, begrijpen ze het niet? Of willen ze het niet begrijpen? Ik heb daar geen antwoord op. Ze zijn in ieder geval heel druk bezig met hun plaats in het koninkrijk. Wat is de rangorde van de discipelen? En net nu de boodschap gekomen is dat er onder de discipelen een verrader is. Nu gaan zij verder. Eerst, wie is het, wie is het? En dan wordt het al snel de discussie. Maar hoe belangrijk ben ik? Hoe belangrijk ben ik? Ja, je bent iemand als je leider bent. Zeker als je in het lang verwachte herstelde koninkrijk van David gelooft. Want daar wil je een van de hovelingen zijn. Dan ontbreekt het je namelijk aan niets. En Jezus in al zijn wijsheid geeft weer eens aan dat niets is wat het lijkt. Hij laat ze ontwaken uit hun droom. Als je belangrijk wil zijn, dan moet je worden als de jongste. Hier wordt de jongste van het gezin mee bedoeld. De laatste die is binnengekomen in een groep. Zeg maar de jongste bediende. Wie belangrijk wil zijn in Gods koninkrijk, moet nederig zijn.
moet zich ondergeschikt achten aan de rest. Pas als je jezelf kan wegcijferen, dan ben je in Jezus' ogen belangrijk. Ik denk dat Jezus dit bedoelde met de eerste zullen de laatste zijn en de laatste zullen de eersten zijn. Maar de jongste is ook wat anders. De jongste kan ook bedoeld worden als kind. Zou Jezus hier ook mee kunnen bedoelen dat het belangrijkste aan geloof moet hebben, dat de belangrijkste een geloof moet hebben als een kind? Een geloof zonder enige twijfel. Een geloof zoals alleen kinderen kunnen hebben. Volkomen afhankelijk van de gever van het geloof. Jezus Christus. Zou Jezus bedoelen dat degene die belangrijk wil zijn, volkomen afhankelijk is van zijn meester? Dingen die we eigenlijk net gezongen hebben. Of denk ik nu eigenlijk iets te wereld? Denk er maar over na. En een ander stuk zegt, als je leider wil zijn, dan moet je worden als een dienaar. Het lijkt erop dat deze discussie plaatsvindt rond de voetwassing. Het merendeel van de mensen kent denk ik dat verhaal wel. Lucas heeft dat verhaal niet opgenomen in zijn verhaal rond de laatste avondmaal. Andere evangeliën wel. Maar de discussie over leiderschap, dienaarschap, heeft hij wel naar voren gehaald. En Jezus laat hier dus ook zien dat hij zelf een dienaar is. Hij geeft ook aan in de discussie. Ik laat zien, ik ben een dienaar. Ik ben hier om te dienen. Ik ben hier niet om te heersen, ik ben hier om te dienen. Daar waar de discipelen zichzelf te groot vonden om door de knieën te gaan voor hun medediscipelen, doet Jezus daar niet moeilijk over. Hè? Daar waar discipelen bezig zijn met hun plaats in de rangorde, laat Jezus zien hoe je echt leiderschap toont. Jezus vindt het niet erg om door zijn knieën te gaan. En de vieze, stoffige voeten van zijn discipelen te wassen. Hij vindt het niet erg om het werk van een slaaf te doen bij een ander. Jezus laat hier zien wat echt leiderschap inhoudt. De ander dienen. Ook als het je wat kost. Op dit moment hebben we als gemeente geen oudsten. Zijn wij dan nu stuurloos? Nee, gelukkig niet. Onze grote stuurman, hij is aan het roer. En daar mogen we blij mee zijn. Maar we missen ze wel, de oudsten. Oudsten die ons herderlijk en dienend geestelijk leiden in deze wonderlijke en bizarre wereld. Want het is geen makkelijke wereld op dit moment. Waar discipelen kibbelen over wie de belangrijkste functie mag hebben, hebben wij in onze gemeente misschien wel te maken met valse bescheidenheid. Geboren leiders die we hebben durven niet op te staan. Is dit uit angst om afgewezen te worden? Is dit omdat ze denken dat ze geen leiders zijn? Is dit omdat ze niet worden herkend door de gemeenteleden? Volgens mij kunnen we leren van de omgekeerde discussie tussen de discipelen. Degenen die als de jongste zijn, die zijn belangrijk. Degenen die dienen, dat zijn de leiders. Leiders en gemeente, neem dit in gedachten mee. Ga hier eens even over broeden. Ga hier eens over nadenken.
Bij het bestuderen van de gelezen teksten viel me opeens iets op. Op de vraag wie de belangrijkste van de discipelen is, geeft Jezus wel een antwoord. Hij geeft het antwoord op de vraag wie de leider is. Ik vind het zelfs een duidelijk antwoord. Maar het is wel op de manier van Jezus. Gaaf. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel. En zetelen op de troon om recht te spreken over de 12 stammen van Israël. Het antwoord van Jezus doet mij denken aan Psalm 23. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En dan nu, en dan vooral dat stukje. U nodigt mij aan tafel. Jezus kiest de discipelen uit om zijn koningschap mee te delen. Ze krijgen een troon om recht te spreken over de stammen van Israël. Maar vooral mogen ze bij Jezus aan tafel zitten. Jezus is erg gesteld op de aanwezigheid van zijn discipelen. Ondanks hun gekissebis. Ondanks hun onbegrip. Jezus houdt van zijn discipelen. En Jezus houdt ook van jou. Straks gedenken we het laatste Pesachmaal dat Jezus met zijn discipelen heeft gegeten. Hierbij gedenken we dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor jou. Om je zonde teniet te doen. De straf die jij verdiend had, die heeft Jezus gedragen aan het kruis. Aan dat kruis. We hebben hier drie plaatsen waar we naar op kunnen kijken. Het kruis van Christus. 1, de opgestane Christus. Dat je schuilt achter het bloed. Achter het bloed van Jezus. Is dat geen wonder? Dat wij ook wij, die van alles fout doen, door Jezus worden gered. Wat een liefde is dat. En als je denkt, ik heb zoveel op mijn kerfstok. Ha, dat is toch niet eerlijk als ik ga schuilen achter Jezus. Dan mag je weten dat Jezus juist dit voor jou gedaan heeft. Wat je ook gedaan hebt. Hij wil dat je afstand neemt. We noemen het bekeren van je oude leven. Van de fouten die je in je leven hebt begaan. En je hoeft je niet te schamen om je achter Jezus bloed te schuilen. Jezus wordt juist gelukkig als je dat doet. En niet alleen Jezus. De hele hemel zal juichen. De gemeente zal juichen. Even terug naar de tafelgesprekken.
We zien dat Jezus uiteindelijk antwoord geeft op het leidersvraagstuk. Jezus doet dit opnieuw niet op een manier die we verwachten. Wij denken, hij zegt van, die meneer, dat is de nieuwe leider, hij is er geschikt voor. Zo werkt dat niet bij Jezus. Jezus doet dat anders. Hij zegt van, Petrus, jij bent de geschikt persoon, maar nu nog niet. Pas als je je bekeerd hebt. Nou, laten we dat stukje nog eens een keer onder ogen zien. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie te gaan als graan te mogen zeven. Maar ik heb voor je gebeden opdat je geloof niet zou bezwijken. En als je eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Simon, Petrus, wordt hier aangewezen om zijn broeders te ondersteunen. Maar met zijn oude naam, de naam die hij van zijn ouders heeft gekregen. Niet met de naam Petrus, rots, die hij van Jezus zelf had gekregen. Nee. En we zullen zien waarom. Simon Petrus is namelijk weer eens hoogmoedig. Elke keer als ik dat lied zing, ik heb u nodig, Heer. Dan zeggen we, dat zal mij nooit overkomen. Is dat misschien niet net zo hoogmoedig als dat Petrus dat heeft? Ik heb bewust net gezongen, dat zal mij niet overkomen. Nooit. Ik hoop het. Maar ik kan niet vooruitkijken. Maar niet. Ik weet dat het mij nu niet zal overkomen. Ik zit nu, ben ik dicht genoeg bij God. Nooit. Waarom? Petrus geeft aan dat hij wel met Jezus mee wil gaan naar de gevangenis. Hij geeft aan dat hij wel met Jezus de dood in zou willen gaan. Maar Petrus had op dat moment niet genoeg zelfkennis. Hij zou de Heer 3 maal verloochenen in een paar uur tijd. Maar ook al heeft Petrus 3 keer gezegd dat hij zijn Heer niet kende, toch heeft Jezus een groot plan met Petrus. Bij Jezus is het dus niet zo dat als je een fout hebt gemaakt, dat je wordt afgeserveerd, dat je wordt gecanceld. Dat je niet meer mee mag doen. Bij Jezus is het weer totaal anders dan in onze huidige maatschappij. Waar iedereen die een fout heeft begaan voor eeuwig moet boeten. Afgeserveerd. Toedeloki, jou hebben we niet meer nodig. Jezus is vergevingsgezind. Iets dat we niet meer kennen lijkt het wel. Bij Jezus is er altijd een tweede, een derde, een 70x70ste maal kans. Telkens opnieuw mag je terugkeren naar Jezus en je fouten erkennen en er afstand van nemen. Bij Petrus is zijn leidersrol met vallen en opstaan gegaan. Na de verloochening van Jezus heeft Jezus hem zelf weer in ere hersteld. Bij de maaltijd na de wonderbaarlijke visvangst. Petrus nam toen ook gelijk met de eerste Pinksterdag de rol van leider op zich. Maar later, kunnen we in Handelingen weer lezen, moet Paulus Petrus terechtwijzen. En weer later wordt hij weer helemaal herkend als leider van de wereldwijde gemeente. Ik denk dat God van ons net zoveel vergevingsgezindheid vraagt. Hij vraagt van ons dat we net zo vergevingsgezind zijn als dat Hij zelf is.
voordat we zo aan het avondmaal gaan, is het bij ons een goed gebruik om bij jezelf te raden te gaan of er iets tussen jou en God in is. Maar ook tussen jou en andere mensen. Voor vandaag wil ik je uitdagen om te kijken of je wel vergevingsgezind bent. Of je wel zo vergevingsgezind bent als Jezus. Wie kan of wil je niet vergeven? Breng dat bij Jezus. Jezus wil dat je je naaste vergeeft. Hij vraagt niet dat je het met je naaste eens bent. Hij vraagt dat je ze vergeeft. Wellicht geldt dit in het bijzonder voor oude leiders van onze gemeente. Ik bedoel dus niet dat oude leiders dit moeten bedenken, nee. Zijn wij wel vergevingsgezind genoeg naar oude leiders toe? Want misschien is onze leiderschapscrisis wel een product dat wij als gemeente onze oude leiders niet hebben vergeven. Wat er jaren geleden gebeurd is. En dit oude zeer, dat moet weg. God heeft het onze oude leiders namelijk allang vergeven. En wie zijn wij om achterom te kijken? Zoals de vrouw van Lot deed. De toekomst. Die is zoveel mooier dan het verleden. In de woorden van Corrie ten Boom. Het mooiste, dat moet nog komen. Ik wil het muziekteam en de helpers alvast vragen naar voren te komen. De rest wil ik vragen om in gedachten langs te gaan of er vergeving naar anderen nodig is. Als het kan, dan loop je naar die persoon toe. De leiders, de hulp ook graag naar voren. Ja. Als het kan, loop naar degene toe om vergeving te geven. Dus niet om vergeving te vragen, maar om vergeving te geven. En is het niet mogelijk, doe het dan nu in gedachten. En ga later naar die persoon toe. En als je Jezus nog niet hebt aangenomen, als je verlosser, denk nou nog eens een keer goed na. Wellicht is dit namelijk het moment om Jezus aan te nemen. Misschien is dit het moment om te kiezen voor Jezus. En je zult er geen spijt van hebben. Het is dan een begin van een nieuw leven. Een leven vol verrassingen. Het leven zal niet makkelijker zijn, maar wel een stuk mooier. Mocht je hulp nodig hebben bij een van de twee dingen die ik net noemde, dan is er na de dienst ruimte om te praten met de leiding van de dienst. Die net hier was, Jaap. Of met aanspreekpersonen. Die mooie plaat met al die foto's. Of met mij. En wat mij nog rest, is de zegen van de Heer door te geven aan jullie. Deze zegen mogen jullie ook weer doorgeven aan degene die jullie tegenkomen. Zodat God werkelijk zichtbaar mag wezen door ons heen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.